Brian S. De Palmetuin Wakapasi Craft and More. Het is een project die is geïnitieerd vanuit het bureau van de First Lady, vanuit de First Lady zelf. Als u rijdt in de omgeving van de Palmetuin zal het u zeker zijn opgevallen. De verschillende cabanas die gebouwd worden langs de Van Sommelsdijkse Kreek, waar de Palmetuin Wakapasi Crafts & More komt te staan. Wat het allemaal is en wat het allemaal gaat worden, dat vertelt mevrouw Georgette Garcia ons. Zij is het hoofd van het bureau van de First Lady. Ze liep al lang met het idee om iets moois te doen in de stad voor de toeristen, voor onze eigen Surinamers ook, om het een beetje aantrekkelijk te maken. Maar ze bleef uitkijken en toen kwam de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Ildis Polat-Bigli, kwam toen met naar de First Lady en gaf aan dat er projecten available zijn, maar we moeten dan wel een project schrijven. En toen kwam de First Lady gelijk op het idee van, hey, daar kunnen we inderdaad gaan werken aan een project om crafters, om mensen, de toeristen, bekend te maken met wat Suriname te bieden heeft. Want je hebt wel craft hier en daar, maar op één plek waar je kan wandelen en het een leuke attractie kan zijn, dat is wat ze in feite wou. En dat nu in feite gebeurt. We hebben namelijk, toen kwam ze op het idee van de Palmetuin. Er was zo'n vrije strook daar. En die vrije strook hebben we toen heeft ze in beeld gebracht. Ze heeft met verschillende mensen erover gesproken. Voor ideeën en initiatieven. En haar eigen idee natuurlijk. En zo is het dus een beetje ontstaan. We hebben toen een project geschreven voor opzet van een craft market en more. En we hebben dat project via het ministerie van Buitenlandse Zaken ingediend bij India. En India heeft het project goedgekeurd. En zo zijn wij dus aan de middelen gekomen om dit project in orde te maken. En zoals het nu eruit ziet. Er zijn 24 plekken. Er zijn 12 cabanas en de cabanas zijn verdeeld in twee. Er is een tussenschot waarbij de mensen dus geen last van elkaar hebben, maar dus genoeg ruimte hebben om hun craft en more. Dat ga ik straks uitleggen wat die more precies inhoudt. En er is ook een 13e cabana en die 13e cabana is in feite een open cabana, want die zullen we dan gebruiken voor mensen die op dagbasis willen huren. Natuurlijk is er een traject waarbij we de cabanas moeten vullen met crafters die geïnteresseerd zijn om hun spullen aan te bieden aan de man. Ik zal heel kort aangeven hoe dat allemaal is geschied. We hebben bijvoorbeeld mensen zagen het en begonnen uit zichzelf al te bellen. En we hebben ze aangegeven dat ze een brief moeten schrijven met het verzoek. Daarna hebben wij ook nog advertenties geplaatst in dagbladen. En daarop is er heel positief gereageerd. Ik zal zeggen, we hebben meer dan 100 mensen gehad, crafters, verschillende mensen die een verzoek hebben ingediend, plus nog de mensen die daarvoor al hadden ingediend. Om ongeveer aan te geven, hebben we in totaal misschien zo'n 120 mensen gehad die hebben geschreven. Ik ga gelijk vertellen, we hebben alle 120 mensen, alle mensen die hebben geschreven, zijn opgeroepen en hebben een interview gehad met
mijn persoon hier op het bureau van de First Lady om aan te geven, want in een brief vragen ze wel aan, maar je wil ook weten, wat hebben ze te bieden? Anderen hebben foto's meegenomen, anderen hebben gewoon hun spullen meegenomen, een deel van hun spullen meegenomen, anderen hebben foto's gemaild voor ons, op verschillende manieren, maar we hebben zo een beeld gehad van wat ze doen, hoe lang ze er al mee bezig zijn, en van daaruit dus hebben we, natuurlijk kan je niet alle 100 zoveel mensen accommoderen, want zoals ik u aangaf, hebben we dus 24 plekken om vast mensen te plaatsen in de cabanas en één open cabana. Die 24 plekken moet je natuurlijk, heeft de First Lady sowieso heeft zij gekeken naar de diversiteit van producten die er gemaakt worden. En van daaruit zal er dan een definitieve keus gemaakt worden wie in aanmerking zullen komen. Want je wilt niet te veel van één soort product hebben, of één soort craft, of één soort van een bepaalde, bijvoorbeeld de cosmetische spullen. Want anders is het ook niet aantrekkelijk. En dan bied je niet een ruim vlak van wat Suriname te bieden heeft in feite. Dus er gaat variëteit zijn in dat van de cabanas bij de keuze. Bij de selectie natuurlijk, want er zijn ook bepaalde criteria waaraan je moet voldoen. Bijvoorbeeld ook de afstand is van belang. Want als je helemaal in het binnenland woont, ja, je kan wel een tent hebben, iemand kan het wel voor je runnen. Maar er moet wel zekerheid zijn, we moeten ook zekerheid hebben in aanvulling van spullen en mensen die genoeg hebben om, dus genoeg spullen in die zin, genoeg craft. Maar niet dat je één van één, want als je dat, anders ben je in een dag misschien al leeg als de verkoop dus heel goed gaat, want de plek is vrij centraal gelegen. Een ander ding is waar we ook, wat ook van belang is om te weten, is dat de mensen, de vrouwen, ook de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld wat ik aangaf al op dagbasis. Want je hebt ook kleinere entrepreneurs die het dus van huis uit doen. De meeste doen het van huis uit, maar dus iets kleinere bijvoorbeeld ook uit het binnenland. Vrouwen die bijvoorbeeld komen voor 2 weken naar de stad bij familie. Ze hebben wat spulletjes gemaakt van de natuurproducten uit hun omgeving. En die zeggen van weet je, ik wil mijn eigen centjes verdienen. Ik wil vragen om een dagtafeltje. Hoe geschiet dat? Dat van de dagtafels, het is, je geeft je op, er zal een beheerder zijn. Er is ook als jullie langsrijden een hele of langslopen een beheerderskantoor opgezet, want de beheerder gaat daar ter plekke zijn en die zal dan een registersysteem hebben waarbij de dagcrafters zich kunnen opgeven. Bijvoorbeeld ik wil 25, 26 augustus wil ik graag een dagtafel. Er gaat aangegeven worden, het is available of niet available, maar die andere dagen wel. En dan kan je ook vooruit boeken van ik wil dan volgende maand bijvoorbeeld de 15e en 16e. Dus dat is het systeem dat voor de dagtafels zal gelden. Het systeem bij de cabanas, de mensen die hebben geschreven trouwens en een verzoek. Iedereen die ik heb geïnterviewd, die is geïnterviewd vanuit het bureau, die moet niet denken dat, dus we hebben ze dat ook persoonlijk aangegeven, dat ze niet, dat hun schrijven niet voor niets is. Ze blijven in het systeem, dat systeem zal de beheerder ook beheren en steeds in de gaten houden, want je hebt van alles dat kan gebeuren. Je hebt mensen die kunnen afzeggen of niet verder kunnen, om welke redenen dan ook. Dan komt er een plek vrij. Dan gaan we zo steeds weer aanvullen. En natuurlijk zullen er ook, de bedoeling is dat er speciale evenementen zullen worden georganiseerd. En op hoogtijdagen ook wat activiteiten, zoals die ook bekend zijn in de Palmetuin. Als u daar bent, ziet u dat het een doorloop hebt naar de Palmetuin toe en van de Palmetuin uit naar de Wakapassi. En deze mensen kunnen bijvoorbeeld soms op
dagbasis dan bijvoorbeeld bij die speciale activiteiten en evenementen zullen ze de gelegenheid krijgen, natuurlijk ook volgens beurt en volgens selectie, zullen ze dan ook de gelegenheid hebben om bijvoorbeeld met hun partytent te komen, om hun spullen op die dagen aan te bieden. Maar dat is eenmalig. Ze komen 's morgens en gaan 's avonds dan weer, ruimen dan weer netjes op en dan gaan weer naar hun bestemming. Maar bijvoorbeeld, dat hebben we ook. Dus iedereen die heeft geschreven, blijft in het systeem en kan op any moment of bij any evenement of activiteit ook wel aan de beurt komen.